Hoi allemaal, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben vandaag met Sabrina. Hi, hi. En dat is heel lang geleden dat wij samen een video hebben opgenomen. Mm-hmm. Maar we dachten dat het wel weer eens tijd werd. Nou, wat gaan wij vandaag doen? Wij gaan zo meteen lekker even naar de stad. En we gaan even naar de Primark. En dan gaan we samen een pashokje shopvlog doen. Yeah. We gaan gewoon even in de winkel kijken wat er is. Leuke items passen. Ja, ik ben nog nooit hier naar de Primark geweest. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze Primark eruit ziet. Ja, het is, de Primark in Tilburg is een stuk kleiner natuurlijk dan... Ik denk een beetje vergelijkbaar met Zaandam. Dus we gaan gewoon even lekker kijken wat ze in de winkels hebben. Een beetje leuke herfst-winter outfitjes kijken en passen. En we gaan jullie gewoon lekker meenemen. Dan gaan we kijken of we zelf wat inspiratie kunnen halen. En dan misschien ook voor jullie wat inspiratie van wat ze nu allemaal hebben. Ik heb trouwens ook samen met Sabrina een video opgenomen voor haar kanaal. Dus klik even het linkje in de beschrijving en kijk die video. Want dat is super leuk. Oké, en nu gaan we. Let's go. Nou, we zijn nu lekker bij de Primark. Dus we gaan lekker naar binnen en dan gaan we even lekker shoppen. Jee, ik ben ook heel benieuwd. Ik ben ook heel lang niet meer geweest eigenlijk. Moet ik heel eerlijk zeggen. Al kerstige dingen, glitterdingen zie ik in de etalage. Love it. Nou, ze hebben in ieder geval wel lekker veel truien. Dat is fijn. Oh, wel heerlijk. Lekker samen vloggen. Hallo. Vlogception. Ik heb al twee dingetjes, jongens. Het gaat al helemaal goed dit. Kijken. Oh, we zijn bij de pyjama's. Zo zacht. En het is allemaal zo zacht. Oh, ik wil het ook allemaal hebben. Maar ik heb het allemaal niet nodig. Hier, glitter. Oh, een glitterpyjama. Deze is zo schattig. Met... Zo leuk. Oh. Oké, het is echt super warm in deze Primark. Maar ik heb wat items kunnen vinden. Niet heel veel, moet ik zeggen. Ik vond niet dat ze heel veel leuke dingen hebben. Maar ik heb sowieso twee zwarte truien. Eén van de vrouwenafdeling, één van de mannenafdeling. Gewoon even kijken, want ik wil heel graag gewoon een zwarte hoodie. Dit jurkje, want die vond ik wel heel erg leuk. Met een witte koeltrui. Deze heerlijke trui. En nog een pyjama die nu op de grond ligt. Het is overvol in de Primark, maar ik heb toch een aantal dingetjes gespot die ik zo eventjes ga passen. Ik heb niet echt outfit samengesteld. Ik heb wat leuke dingetjes waar ik nieuwsgierig naar was bij elkaar geschraapt. Dus de mensen die mij kennen, die weten dat ik altijd van basic hou. Hier zie je dat ik hem niet helemaal in heb gedaan. Ik vind het wel leuk als mijn trui ergens in zit. Maar nee, de rok die ik aan heb vind ik helemaal niks. Ik dacht misschien kan het leuk zijn, maar het is het net niet. Ik zal even laten zien wat ik vandaag aan heb. Ik heb dit shirt van de Zara. Met dit, ja het is een broekje en een rokje in één. Skort van de Bershka. En daar heb ik dit riempje ook omheen van de Bershka. Met een panty van de Primark. En deze schoenen. En deze schoenen zijn van Elise Store. En dat zijn echt mijn favoriete schoenen. Dus dat. En nu ga ik passen. Oké, ik heb deze hoodie aan. En dit is de hoodie van de vrouwenafdeling. Maar ja, het is een beetje moeilijk te zien. Omdat ik hem nu op dat rokje aan heb. Het is eigenlijk makkelijker als ik hem kon zien op een jeans. Maar ik denk dat dit niet helemaal is waar ik naar zoek. Kijk, op zich... Het is echt een prima trui en hij zit heel lekker en hij is gewoon wel lekker oversized. En dat mag ook wel, want ja, dit soort dingen trek je toch vaak gewoon aan als je gewoon zin hebt om lekker te verdwijnen in een hoodie. Ik word gestoord in mijn film. Ik wil liever zo eentje, echt zo'n die ik daar heb, zeg maar. Die... Ik ben benieuwd, want die heb je nog niet aangevallen. Nee, alleen die is waarschijnlijk toch net te groot. Maar misschien kan ik dan wel terugkomen als hij een keertje een maatje kleiner is. De combinatie is drie keer niks, maar hij is... Heel zacht. Ik ben wel een truienliefhebber, maar hij is zo zacht van binnen. Een soort van, ja, vlies of zo. Maar ik heb dan maar de maat M genomen. Want ik dacht, lekker oversized. Maar ik vind hem eigenlijk een beetje gek vallen. Ik had net zo goed een S'je kunnen pakken. Want hier bij mijn schouderachtig, ja, bij mijn arm, zit hij gewoon niet heel mooi. Maar qua comfortabelheid is hij helemaal top. Oké, dit is de hoodie van de mannenafdeling. En deze vind ik veel leuker. Ik moet wel zeggen, ik wil hem heel graag één maatje kleiner. Op zich zit hij wel prima. Maar ik vind hem gewoon hier net even iets too big. Maar dat had ik ook wel verwacht. Dit is een M in mannenmaat. En op zich is het wel lekker dat je er gewoon lekker in kan verdrinken. Maar ik vind het toch wel fijner als hij één maatje kleiner is. Want dan kan je zo'n trui ook nog wel gewoon...
net even leuker met een spijkerbroek combineren. En dan is het nog wel gewoon... Snap je, dan kan je er nog wel in rondlopen, om het even zo te zeggen. Dus ik ga deze binnenkort gewoon even halen als we weer wat maten, als we gewoon weer wat kleinere maten hebben. Want ik vind deze wel heel chill. Hij kost 10 euro, dus dat is ook wel heel erg chill. Oh, dit is gewoon echt de ultieme herfsttrui voor mij. Holy fuck, deze is zo chill. Ten eerste, hij is echt super zacht. Dit is dus echt zo'n trui waar ik in zou wonen, ongeveer. Ja, hij is echt heel chill. Echt heerlijk. Deze is echt heel chill. Ja, deze zou ik gewoon niet meer uittrekken. Hier zou ik gewoon in leven. Niet per se hoe ik hem zou combineren zo met dit rokje, maar ik zou er gewoon een spijkerbroek onder doen. Heel simpel, maar echt mega chill. Dit is echt de ultieme herfstvibe voor mij. Ik begrijp de maten bij de Primark echt nooit. Ik vind het idee van dit shirtje wel heel erg leuk, maar ik weet niet of het iets voor mij is. Ik vind het wel cute. Misschien dat ik een maatje kleiner heb moeten nemen, maar dat weet ik niet zeker. Ik denk als dit shirtje wat strakker zat, dat die met de rok nog best wel een leuke combinatie zou zijn. Maar, Jongens, dit is toch gewoon wat je nodig hebt in het leven. Ja, maar dit heb je toch nodig in je leven. Heerlijk. Sap, zie je het dan voor je dat je gewoon op je bank zit? Ja. En dan dit aan als deken om je heen. Echt jongen. Nee, maar echt niet. Want als je hiermee gaat liggen, dan heb je gewoon letterlijk een hele deken om je heen. Och. Ik heb hier zo'n zwak voor. Zo mega chill. Is die duur? Weet ik niet. 13 euro of zo denk ik. Mega chill. Ja, het is echt dat ik dit niet nodig heb. Anders zou ik het echt meenemen. Maar ik heb al zoiets. Maar dan wel een stukje. Ja, maar echt. Een nieuwe pyjama. Oh. Echt niet normaal chill. Dan iets waar ik heel benieuwd naar ben. 2 pakjes. Hallo. We hebben een lange broek en een korte broek. En ik heb 2 verschillende maten. Ik weet het hier echt niet. Dus we zullen zien of ik ze pas. Ik heb liever dat ik even een maat groot pak dan een maat klein. Tot mijn verbazing ben ik wel heel erg enthousiast. Ja. Ik vind hem leuk. En Pam zei het ook al dat het me leuk stond. Dat echt, ja. Het is wel echt een Sabrina pakkie. Ja, misschien valt het je niet op, maar bij mij wel. De broek of de onderkant is ietsjes te groot. Het zou op zich wel kunnen. Maar ik zelf vind het wel chiller als misschien iets mooier aan zou sluiten. Maar ja, dit was nog de laatste maat in, zeg maar, de kleinere maten. Normaal gesproken heb ik hier, als ik een pakje neem, een maat 40, soms een 38, het ligt eraan. Maar dit is een 42, maar die is qua broek gewoon veel te groot. Maar hij is wel leuk. Ja, leuk pakje. Oh jongens, ja, hier was ik al bang voor. Dit is toch zo leuk. Ik ben helemaal obsessed hiermee. Met die witte coltrui eronder. Ja, echt love it. Dit jurkje is echt zo leuk. Ja. Ja, echt heel leuk. Waarom vind ik dit zo leuk? Ik word hier zo blij van. Dit is een maat 40. En voor mij doen zit hij goed. Hij zit comfortabel. Ik kan erin bewegen. Ook heel leuk dat er zo'n riempie bij zit. Maar ik weet niet of dit echt een najaarsoutfit is. Omdat het een korte broek heeft. Je kan er wel een panty onder doen. Maar ik denk dat die... Ja, dat je outfit dan een beetje verpest wordt. Maar deze vind ik oprecht leuk. Spiker girls. Ja, jouw outfit is echt een Pam outfit. Ja, ik vind dat jurkje heel leuk. Maar dit colletje is ook van hier. Ja. Leuk, hè? Ja, maar ik dacht ook eerst dat hij klein zou zijn. En toen riep ik hem dicht. Toen dacht ik, nee, het is echt als gegoten gewoon. Ja, echt hoor. Het past echt heel mijn figuur. Ja, ik vind hem heel leuk. Hij is echt hoe duur is hij? 12. 15. Oh, dat valt ook nog best wel mee. Ik ga zo meteen even goed nadenken of ik hem ga nemen. Ik vind het leuk staan. Ja, ik ga je vind niet hem heel overhalen, leuk. Maar nee. Ik oprecht dat I jij... Het is wel echt iets voor mij, ja, dit. Dat je het heel vaak zou dragen. Dat je, als je het koopt, dat je er geen spijt van zou. Nee, dat denk ik ook niet. Even nadenken. Nou, uiteindelijk heb ik maar 1 shirtje gehad en wat de schijfjes. Want de rest had ik niet echt nodig. Maar toch, ik ga niet met lege handen naar huis.
Wat heeft mevrouw gekocht? Ik heb het spijkerjurkje gekocht. Yay! Nou, we zijn weer naar buiten. Ik ben blij dat ik buiten ben. Het was echt warm. Het was bloedje heet daarbinnen. Echt niet normaal. Nou, in ieder geval, we zijn allebei geslaagd. We hebben allebei een dingetje gekocht. Het viel een heel klein beetje tegen, maar uiteindelijk toch nog wat leuks gevonden. Dus dat is altijd leuk. En nu gaan we weer even lekker naar mijn huis. Ja. En dan gaat Sabrina zo meteen weer in de trein. Dan ga ik weer terug naar Amsterdam. Ja. Hele wereldreis. Ja, dus laten we bij deze gewoon de vlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Abonneer zeker even op Sabrina en kijk haar video. Laat gelijk weten wat wij de volgende keer moeten filmen. Ja. Een leuke collab zal zijn, want vroeger deden we altijd de standaard tags. Maar ja. Wat vinden jullie leuk om samen in sfeer te zien? Ja, daar zijn we benieuwd naar. Dus laat dat vooral weten. En dan hoop ik jullie te zien bij de volgende video. Doei doei!